De wagenboers van de buurt Steinweg hebben dit jaar met hun wagen op een ludieke manier ingespeeld op de komst van een nieuwe brouwerie in Sittard. Ze willen laten zien dat nu initiatieven en ondernemerschap goed is voor ons Sittard. Het is er nog niet verrassend dat vanavond hier bij de wagen van de Steinweg de nieuwe naam en het logo van deze nieuwe brouwerie onthuld wordt door de burgemeester. Marotte TV is al goed genodigd. Giel, mag ik de Giel veel succes toewensen in de aankomende periode en vooral hopen dat in de optocht iedereen weet dat het ook is van een nieuwe brouwerie. En vooral hopen dat we het nog heel dag elkaar mogen tegenkomen met een genot onder de genot van een lekker donker glaas bier hoe de Sittardse. Proficiat. Burgemeester Gerard net het logo en de naam onthuld. Wat deed deze brouwerie voor Sittard? Ja, dat zal moeten blijken, maar we liggen tegen de Belgische grens aan. Ik heb u zo gezegd, een klein beetje burgemeester moet in zijn eigen gemeente, zeker van de stad als Sittard geleden, moet een eigen brouwerie hebben. Dus ik neem aan dat dit een geweldig product gaat worden voor de stad, hoe we de stad ook met naar boete kunnen overdragen en weer nieuwe ondernemers hebben die andere lui aan het werk helpen. Dus het is gewoon geweldig dat deze initiatiefnemers vandaag het logo hebben ontwikkeld en ook een logo hebben getoond. Van de buurt Steinweg en ontwerper van het logo van de nieuwe brouwerie. Kunt u ons gaat over het logo vertellen? Jawel, dus u is in het logo is heel duidelijk een tapkraan en een bierglas bij elkaar komen. De twee elementen om een fijn pilsje te tappen. Het bovenste gedeelte van een tapkraan is gecombineerd met de outline van een bierglas. De wagen heeft te maken met deze nieuwe brouwerie. Kent u ons gaat vertellen van wat op de wagen te zien is? Ja, de wagen dat gaat gans eigenlijk van het concept uit van die brouwerie. Dat in Sittard leven in de brouwerie kunnen we alleen verdelen. We laten dat naar twee kanten toe, laten we dat gelden. Dus aan de ene kant de brouwerie, zo wie we ze hier zien, van in bier. Maar aan de andere kant ook dat in Sittard blijven kunnen. Er kunnen blijven in de brouwerie. Dat is natuurlijk aan de binnenstad. Aan succesvolle evenementen. Wie Oktoberfeest, Sint-Rosa Festival enzovoort. Dus over de hele linie kunnen we Sittard blijven. Letterlijk en figuurlijk in de brouwerie. Initiatiefnemers van de nieuwe brouwerij. Hoe kwam je op het idee om een brouwerij te gaan beginnen? Nou, ik wilde eigenlijk in het mortuarium in Sittard wilde ik een drankenhandel beginnen. Dat had ook met bier te maken. Maar er waren Chinezen in Sittard, die kwamen daar in eerste instantie terecht. Ik heb altijd al een enorme passie voor bieren gehad. Ben citoloog, dat is een officieel woord voor bierkundigen. Heel lang aan het zoeken geweest, ongeveer een half jaar lang. Van wat kunnen we daarin gaan doen? Of een horecaonderneming met een brouwerij erin. Of alleen een brouwerij. Nou, uiteindelijk is het een brouwerij geworden. En niet een brouwerij met eigen bieren, maar gewoon een brouwerij die als dienstverlener, dat is waar de westelijke mijnstreek sowieso wel belangrijk in is, die als dienstverlener bieren gaat maken. En waarom zou ik bij jullie brouwerij bier kopen en niet bij de gewone gevestigde brouwerijen? Omdat je bij ons met een recept kan aankomen. Bij ons maak je gewoon een uniek naar wens. Als je zegt van ik wil oesterbier hebben of ik wil haringenbier hebben. Nou goed, dat maken wij zolang als je met een recept aankomt. Heel veel succes en gezondheid. Dankjewel.